Yo, kijkers van Gameplay World XL. Mijn naam is Ties en ik doe vandaag voor jullie de Mindtopia aflevering. En dan vraag je af waarom Ties. Nou, Gio die is een paar dagen naar Duitsland toe. 3 dagen als het goed is. En Gio die kwam dus niet helemaal uit qua uploads. Dus ik zei, ja, dan doe ik wel gewoon eventjes vandaag de aflevering van Mindtopia. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. Vandaag ga ik naar Gio's base toe en ga ik hem wat diamonds doneren. Ik weet nog niet hoeveel. Maar dat zien we dan achteraf wel als we daar zijn. En misschien nog een golden carrot of zo, want ik heb totaal geen idee wat je daarmee kan. En misschien hun wel, dus misschien kunnen hun daar iets beters mee, want we zijn uiteindelijk allianties, dus uiteindelijk zal het niet zo heel veel uitmaken. Ja, stel er is een oorlog, dan zal het niet zo heel veel uitmaken wie nou de spullen heeft. Dus hopelijk vinden jullie leuk dat ik het vandaag eventjes doe. Doe vooral gewoon eventjes een duimpje omhoog of zo. Ik weet niet hoeveel Gio er altijd krijgt. Volgens mij de laatste staat meer dan 100, dus doe dat ook gewoon lekker vandaag en dan maak je mij en Gio ook wel blij. Dus, wat ik ga doen, ik ga een bootje pakken. Of ik ga een bootje maken. Maar volgens mij ligt hier... Ja, hier liggen er ook nog 2 op het water. Gaan wij gewoon naar Gio's base toe. Hier is natuurlijk een Netherpollen. En ons Mindtopia team base gebeuren. Heel ding. We moeten wel eventjes een stukje zwemmen. En dan neem ik gewoon eventjes de boot naar Gio's eiland. En dan zie ik jullie zometeen weer terug. Ciao. Oké, mensen, we zijn dus aangekomen bij het eiland van Gio. Hier zien jullie hun middenbase op het water. Ik ben best wel benieuwd wat ze hier eigenlijk allemaal hebben. Dus ik ga gewoon eventjes een kijkje nemen. En dan gaan we zo meteen wel naar de grote base toe. En dan ga ik daar eventjes een chest pakken of zo. En ik kom er niet op. Ik ga gewoon eventjes een simpele manier doen, zodat ik hier wel op kan. Moet ik het natuurlijk wel netjes weghalen, want ik ben hier de gast. Ik heb mezelf wel uitgenodigd, laat ik het zo zeggen. Oké, ik heb geen flauw idee hoe ik hier opkom. Het is nou dus tenslotte ook niet de bedoeling om dwars door muren heen te gaan in Mindtopia. Maar hier is dus al een ingang. Ik zie hier een chest. Daar zit niks in. Dus ik neem hem even mee. Zodat ik in het hoofdkasteel zo meteen de chest met de diamonds en het cadeautje kan doen. Want Gio die heeft dus ook voor mij een aflevering van Mindtopia gedaan. En daar heeft hij dus ook mijn cadeautje gegeven. Dus dit ziet er al vrij nice uit. Het heeft een beetje een gevangenisgevoel. Komt misschien ook door de shaders. Dat het hier, het ziet er eigenlijk wat warmer uit. Je hebt ook shaders dat het hier er wat kouder uitziet. Maar daar ga ik nu even niet mee kloten, want ze staan nou net goed. Even kijken, oké, dit is mooi. Hier heb je gewoon perfect het uitzicht over alles. Gewoon over heel het meer. Dus je hebt eigenlijk 360 graden. Ik dacht eventjes 380 graden, maar je hebt hier 360 graden, kan je rondkijken. En jullie zien daar de base van Gio. En van Lars natuurlijk. Maar ja, Lars zit er nooit op. Dus die worden een beetje vergeten. Hè? Blame Lars. Nee, niks. Lars is aardig. Maar zoals jullie zien, daar is de base van Gio. Die moet nog een beetje laden. Want volgens mij staat nog een hele toren. Even kijken. Ja, hier zit allemaal bouwspul. Hier is Bram mee bezig als het goed is. Maar Bram is nu op vakantie. Veel mensen zijn op vakantie. Alleen, ik moet volgende week weer beginnen. Ik heb maandag wel nog vrij. Want het is vandaag donderdag dat ik het opneem. En waarschijnlijk dus ook... de dag na mijn verjaardag, 21 augustus. Ik weet niet, allemaal heel leuk. Maar we gaan nou eventjes naar Gio's base toe. Ik ga eventjes kijken of ik hier mijn bootje ergens heb. Oké, dus we zitten weer in het bootje. Dan gaan we eventjes hier naar binnen. Als het goed is kan ik gewoon naar binnen. Oh, hier, dit hebben ze niet zo heel slim gedaan. Ik weet niet wie dit heeft gedaan. Alleen, het zal wel heel... Oh, hier staat nou een hele muur, joh. Oh, dat wist ik niet eens. Oké, kunnen we hier langs? Kunnen we hier langs? Please? Ja, we kunnen hier langs. Oké, dit is helemaal veranderd, joh. Ja, bij Gio verandert altijd heel veel bij. Laat ik even niet meer van de farm kapot maken. Maar bij Gio in het team verandert altijd heel veel. Grotendeels door Bram natuurlijk. Laat ik even wat eten. Oké, hier is de brug. En we zijn gewoon binnen. Ik ben alliantie, dus ik neem aan dat Gio het niet echt vindt dat ik hier ben. Ik ga even een goede plek zoeken waar ik mijn chest kan doen. Misschien is het leuk als ze hem vinden, maar ik weet zeker dat Gio dit terugkijkt. Maar even kijken, ja, dit is de kamer van Noah, de kamer van Maarten, de kamer van Bernd, waar is de kamer van Gio? Dan doen we het gewoon in Gio's kamer. En dan gaan we daarna nog gewoon even rondkijken, want ik ben best wel benieuwd wat ze hier nou allemaal hebben. Oh, dit komt eigenlijk wel goed uit, hier kan ik misschien wel in doen. Ja, het is een beetje een, laten we gewoon een cadeautje, wacht, ik heb misschien ook een sign nodig, heb ik daar genoeg hout voor? Ik zie hier ook niet echt hout. Voor een sign, dan doen we dat daarop. Ik zet het gewoon buiten neer. Laat ik het zo even doen. Even kijken. Hoe komen we buiten? Want hier, ik weet dat je hiervoor kan komen. Oh god, dit is helemaal veranderd, joh. Hier kan je komen.
Oké, nou, ik ga hier gewoon de chest neerzetten. Hier is ook wel allemaal... Overal random chests hier. Ik ga eventjes hier de chest neerzetten. We doen daar 8 diamonds in. Of wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik had ten eerste 5 in gedachten, maar ja, 7 is ook goed. Even kijken, golden carrot doen we erin. Deze potion of strength hou ik op dit moment liever even voor mezelf. Komt heel handig uit van de oorlog. Niet dat de diamonds slecht uitkomen van de oorlog, dat ook zeker weten wel. Aan kwarts hebben ze niet zoveel. Even kijken, wat kan ik ze allemaal geven? Ja, dit zijn natuurlijk mijn beste wapens, dus laten we dat even niet doen. Ja, ik denk dat dit het wel was, maar ik bedoel 7 diamonds, dat is toch, dat zijn 3 zwaarden. Of ja, dat zeg ik goed. Maar net zo, als ik nu een rekenfout maak, dan zou het heel slecht zijn. Ja, ik weet, waarom heb ik zoveel sneeuwballen? Oh ja, wacht, omdat ik aan het bouwen ben natuurlijk aan mijn eigen voort. Even kijken. Oh, ik zie net, nee, we hebben niet genoeg voor een sign. Ik ga even op zoek naar hout, maar dat is voor nu eventjes mijn gift. Ik heb niet meer. Even kijken, want ja, we zijn natuurlijk ook zelf druk bezig met gewoon een beetje onze shit uit te breiden. Zodat we, ja, gewoon een beetje klaarmaken voor oorlog. Ik weet niet waar een chestkamer... Wacht, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Dat is ook hier ergens. Volgens mij hier beneden. Nee, volgens mij niet. Ik weet het echt totaal niet. Ik ken hier totaal de weg niet. Ja, ik ken hem wel ongeveer. Ik weet hoe je boven komt, dat soort dingen. Alleen ik weet niet waar de chestroom is. Laten we hier even nog snel kijken of hier de chestroom is. Ja, volgens mij is het hier. Ja, dit is de chestroom. Oké, dat is mooi. Volgens mij is dit gewoon de dure chest. Ik heb eigenlijk gewoon maar 3 houtblokjes nodig. Ik weet niet of al deze chesten gevuld zijn. Lijkt erop dat ze niet gevuld zijn. Oh, ze zijn wel gevuld. Even kijken, gewoon 3 hout. Meer heb ik niet nodig. Want ik weet dat hun speciale chest hier niet zit. Hout. We gaan gewoon echt geen hout vinden. Ik ga het niet uit de vloer halen. Dat zou een beetje leem zijn. Nee, dat gaan we even niet doen. Ja, hier zit allemaal hout. Is dit nodig, dit hout? Nee, dit hout is niet nodig. Ja, laat ik dat maar niet doen, oké? Okay? Dat ben ik best wel een faggot. Oké, ze snappen dat daar, die chest liggen. Wat gegarandeerd dat ze het krijgen. Maar ik wou daar even een lieve sign bij zetten van... Hier, alsjeblieft de gift en dit, dat. Maar ja, ze snappen het idee. Oké, dus dat is de gift. Ja, ik ga nog eventjes hier een beetje rondkijken. Wat ze hier nog allemaal nieuw hebben. Cool. Kijk, ik heb in 1 keer steek. Dat is super handig. Kijk, dan heb ik in 1 keer steek. Kom door fire aspect als het goed is. Maar dit is dus een base. Hier overal hebben ze de... Oh. Wow. Oké, die Enderman wil ik stiekem wel even aanvallen. Oh, wacht. Ze kunnen niet tegen vuur, hè? Wat? What the fuck? Enderman? Oh. Volgens mij kan ze... Oh, ze kan wel, kan wel, kan wel. Ik dacht dat ze niet tegen vuur konden. Maar ze kunnen niet tegen water, dat is waar ook. Ze kunnen niet tegen boos, dat was het. Hallo? Ja, ik zie hier geen shit door die shaders. Nee, ik zie hier geen Enderman. Nee. Oké, okay, geen één teken van een Enderman. Ik weet niet waarom ze dat lelijke daar op het water hebben. Maar dat zal wel tijdelijk zijn of zo. Dat ze dan nu makkelijker kunnen komen in plaats van door de rail. Even kijken, dan ga ik hier weer eventjes hier op een mooie afsluitplek staan. Want dan gaan we weer een einde maken aan deze aflevering. Dames en heren, sorry als het een beetje een korte aflevering was. Maar ja, hopelijk vonden jullie hem alsnog leuk. En hopelijk vonden jullie het alsnog een like waard. En vergeet natuurlijk niet op Gio zijn kanaal te abonneren voor meer Mindtopia. En allemaal andere leuke dingen die Gio de laatste tijd doet. Mensen, ik wil Gio ook nog even persoonlijk bedanken. Bedankt voor het maken van mijn verjaardagsvideo. En ja, gewoon even gewoon via zo. Hele rare plek om mensen te bedanken. Maakt allemaal niet uit. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Vergeet die like niet. Vergeet niet te abonneren op Gio's kanaal. En dan zie ik jullie ergens op een moment. Mensen, tot de volgende keer. Ciao.